Heren, proficiat. Voor de kwartfinales. Ja. Eerste reactie graag. Blij. Jij blij? Ja. En niet verwacht? Blij. Nee. Nou, we hadden niet in verwacht in die zin van, we hebben natuurlijk gisteravond een beetje met Team Griekenland opgetrokken. En we zitten in hetzelfde hotel. We zitten in hetzelfde hotel. Dus we hebben ze even meegenomen naar de bar. En daar hebben ze waarschijnlijk toch wel iets te veel gegeven gisteren. Slim. Vandaag betaalt zich dat uit natuurlijk. Ja. Slim tactiek. Waarschijnlijk dat moest ik ook herhalen, want dan zijn de kwartfinales alweer. Ja. Aanstaande woensdag? Ja, aanstaande woensdag. Aanstaande woensdag. Ja. Dus, nou, ik denk dat we eerst even moeten recuperen in deze wedstrijd. Morgen gewoon even een uitloopsessie en dan zo naar woensdag. Dit is nog even een lichte training. Lichte training. Oké. Hey, want jullie hebben gestolen voor met 3-0. Natuurlijk, nee, ik had een bakje, best op 7. We gaan de 4-0 makkelijk halen. Dat stond het 9-8 voor Griekenland. Maar één van jullie scoorde volgens een klinker. Ja, dat is wel een fantastisch uiteinde, of niet? Ja, dat is natuurlijk wel eens winnen. Wel in stijl natuurlijk. Ja. Ja. Het ging, nou, de laatste wedstrijd gingen we moeizaam. Er was dan toch een zenuwen die dan, omdat je dan op de drempel staat natuurlijk voor de kwartfinale. Ja, dan kwam die zenuwen een beetje op. Dus het ging niet helemaal zoals het moest. En, maar gelukkig op het moment supreme. Onder druk presteren, gewoon, duidelijk. Ja. Kunnen we alweer meenemen die ervaring natuurlijk. Voor de kwartfinale hebben ze een bepaalde tactiek om dat aan te pakken, behalve een lichte training, want jullie hebben de tegenstander. Dat is niet bekend natuurlijk, wie het is. We gaan in de kwartfinale gaan we denk ik, weer gewoon van onze eigen kracht uit. Ik denk dat het ons kan. Dat we in ieder geval ons mannetje op rust. Nou, super, we zijn erg benieuwd. Ik bedoel, kwartfinales, dus wat denken jullie zelf, winnaar? Ja, ik heb geen vrouwen naar wat tegenstander. Ja, ik heb het ook niet. De jongens die nu aan het spelen zijn, Team Duitsland. Ja. Toch wel een klein kans, ik denk dat het een beetje underdog is. Ja, die jongens die tegenover staan, die kunnen het ook wel. Dus we gaan zo meteen de spanning afwachten wie de winnaar is van deze pot. Ja. En dan weten we tegen wie jullie moeten spelen. Ja. Kunnen jullie gaan voorbereiden. Spannend. Nou, super. Ja. Hey, ik wil jullie succes wensen met de voorbereiding. Bedankt voor de spannende wedstrijd. Nou ja, spannend, 4-0. Maar voor een mooie wedstrijd, een fantastisch uiteinde. En tot woensdag. Dankjewel. Dankjewel.